Goed dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Joris Mossendijk en we zijn inmiddels twee dagen na de Grand Prix van Miami. En in binnen- en buitenland raakt maar niet uitgepraat over de prestaties van Max verstappen afgelopen zondag. Na nou, deze video ga ik even de belangrijkste kranten met je doornemen en hoor je ander Formule 1-nieuws. E Elke maandag na een grand prix schrijft voormalig teambaas Paul Stoddard een column voor Racing News 365. En het hoofdonderwerp, hoe kan het ook anders, was dit weekend Max Verstappen. En je ziet Max Verstappen als een van de grootste der aarde. En er is misschien maar één coureur die kan tippen aan het niveau van Max Verstappen. Zowel van huidige coureurs als coureurs in het verleden. Er zal geen twijfel over bestaan dat Red Bull dit jaar kampioen wordt bij de constructeurs. Max liet zien hoe geweldig zijn pace is, ongeacht vanaf welke plek hij start... Ik denk dat Verstappen beter is dan menig Formule 1-legende, zoals Arton Senna, Nigel Mansell, Ellen Prost, Michael Schumacher en Lewis Hamilton. Hij staat tussen dat rijtje namen, zo niet helemaal bovenaan als nummer 1, misschien wel op gelijke hoogte met Schumacher. We hebben helaas nooit kunnen zien hoe Senna zijn carrière afsloot door die tragische 29 jaar geleden. Maar wat betreft alle andere coureurs die ik noem, denk ik niet dat ze op Michael na zo goed zijn... Natuurlijk zal uit alle records blijken dat Lewis ook in die groep zit, maar ik schat Max Verstappen hoger in dan Lewis. En op zaterdag ging het helemaal mis voor Lewis Hamilton, met een dertiende plek in de kwalificatie. En dat betekende op zondag schade beperken. En dat ging hem redelijk goed af. Hij werd uiteindelijk zesde, en in de slotfase verschalkte hij ook nog Ferrari-rijder Charles Leclerc. Natuurlijk was de zevenvoudig wereldkampioen liever gestart van pole position, maar in een interview met onder andere Racing News gaf hij aan dat hij het voor de verandering wel eens leuk vond om in het middenterrein terrein goed te maken. Vorige week viel ik steeds verder terug en dat werkt best demotiverend. Het voelde in Miami oprecht geweldig om de Ferrari in de verre te zien en steeds dichterbij te komen. Het is indrukwekkend dat ze zo snel zijn over één enkele ronde, maar dan in de race, ik weet niet wat er bij hen gaande is om vanaf P13 terug te komen, was geweldig. En dan hebben we nog heel even de belangrijkste kranten met je door in het buitenland... want ook die raken, net als wij in Nederland, niet uitgepraat over Max Verstappen. En het Britse Sky Sport zegt dat Max Verstappen van een ander niveau was... voornamelijk in, tot, eigenlijk tot aan Q3 en toen weer in de race. En ook het Britse BBC die zegt dat Verstappen een race reed van een kampioen... en dat de mogelijke kampioenstroom van Perez nu wel echt een illusie is. Verstappen was niet te stoppen, kopte het Duitse sportbeeld. Mad Max zette de Turbo aan met behulp van zijn dominante auto, maar ook met adembenemende manoeuvres. In Parijs zaten ze bij Liquip ook te watertanden. Verstappen liet geen ruimte voor spanning. Hij zette het hele veld voor lul door op indrukwekkende wijze te winnen. Hij was voorzichtig bij de start, maar vervolgens was hij tot aan de finish keizerlijk. En afsluitend kwam Casetto Dello Sport ook superlatieve tekort. Gewoon weg ruimtewezen verstappen zo kop de krant. Een science fiction comeback en een triomf in Miami voor Max. Tot zover deze nieuwsupdate van Racing News 365. Abonneren doe je heel makkelijk en is vandaag volledig gratis, dus vergeet dat niet te doen. Gisteren is de onze podcast ook online gekomen samen met Ruud Dimmers en Tom Coronel, dus vergeet ook die zeker niet te checken. En wij zijn snel weer terug met een nieuwe video.